Welkom bij B2S Television. Deze week Darkness for Life staat voor de deur. Parkzicht nieuws. En Trilogy met Frontliner. Aanstaande zaterdag is het tijd voor het hardste event van B2S. Darkness for Life in de Factory 010 in Rotterdam. Met de allerbeste industrial en terror. Tickets voor dit event zijn nog verkrijgbaar op tickets.b2s.nl. Tot zaterdag! Afgelopen zaterdag startte de voorverkoop van de Parkzicht House Reunion. Op dit moment gaan de allerlaatste tickets de deur uit. Dus haal die tickets nu in huis als je dit feest niet wilt missen. Nou, welkom in mijn studio. En, al 4 weken bezig hier en het begint wel aardig vorm te krijgen. Het is 10 keer zo groot, dus het zal heel erg wennen zijn straks. Maar het is wel echt een hele verandering in mijn leven en mijn carrière ook. Ik voel dat hier heel veel mooie dingen uit gaan komen. En, het is gewoon echt de volgende stap. Al die live streams die ik heb gedaan in mijn oude studio, tenminste waar ik nu nog even zit nog, maar ja, mensen zien al wel dat het klein is, maar ja, het is echt gewoon niet groter dan dat je ziet, zeg maar meer is er ook gewoon echt niet. Het is gewoon 1,60 bij 2 en that's it. Ja goed, in principe maak ik al muziek vanaf mijn 11e een beetje met oude programma's en zo. En, maakte ik wat trance liedjes en ik heb een hardcore gemaakt. En toen werd het hardstyle, dat was ongeveer 2005 of zo. Het was eigenlijk al wat meer een computerspelletje voor me. Ja. Ik vond het gewoon leuk om te doen en toen uiteindelijk ging het wel steeds beter en ik vond het gewoon steeds vetter om een bepaald iets te creëren wat ook echt goed klinkt en vette melodieën en ik vond het gewoon helemaal, ja, ik voelde het echt en als het dan ook beter gaat dan voel je echt van ja, hier kan ik echt wat mee en dan ga ik een keer stuur je wat op, zet je eerst wat op internet, zie je allemaal reacties van mensen en die vinden het allemaal vet natuurlijk en op een gegeven moment dan trek je de stoute schoen aan. Laarzen. Nou, ik heb ze nu niet aan, maar... Nee, maar dan denk je van ik stuur zo'n track op naar wat DJ's. En dan krijg je in één keer een reactie van iemand van ja, vet, en ik wil hem wel draaien. En, wat er dan allemaal gebeurt, gaat in één keer zo hard. Dan was het Crime Time 2005, toen de Prophet draaide Feel So Good. Toen heb ik nog Object. Maar dat is natuurlijk een geniaal moment dat gebeurde. En dan word je zo geïnspireerd, dan krijg je zoveel energie van... Ja, dan wil je natuurlijk meer en dan ga je er echt voor. Ja, zo is het echt begonnen. Ja, die naam, Object, ja, dat is gewoon echt woordenboek openklappen, Engels woordenboek. En het eerste woord wat me enigszins aansprak, bij de A ook echt, dat had ik toegekozen. Ja, en die tweede, Frontliner, dat is ook een keer bedacht. En ik denk van nou, dat klinkt leuk. En, het krijgt allemaal vanzelf lading. Frontliner is af en toe lijkt net een derde persoon een beetje. Er gebeurt echt heel veel om Frontliner heen. En, de Frontliner die ik zelf ben, die staat op podium en zit in de studio. En die doet wat leuke dingetjes op Facebook en Twitter zetten. En, je bent gewoon creatief bezig altijd. En je hebt een creatieve geest en dat, hoe dat werkt, dat is gewoon... Kijk, er zijn mensen die kunnen of heel goed schilderen of verhalen vertellen of schrijven. En dat kan je ook niet echt uitleggen van waar haal je inspiratie. Natuurlijk maak je van alles mee. Je staat op events en je hoort muziek. En je hoort op de radio je muziek. Je hoort, je ziet dingen, natuur of je rijdt in de auto. En het kan op alle momenten komen. Ja, het gaat nooit zoals je verwacht. Dat is zo'n heel traject van... Weet je, je mag allemaal hele leuke dingen doen. Je staat op hele dikke events en je mag anthems maken voor dit en dat. En er komt heel veel op je af en in één keer dan belt B2S je op van hey, wil je een zaal hosten bij Trilogy Mainstage? En dan heb je zoiets van ja, super vet. En heb je zoiets van ja, daar ben je gewoon al jaren naartoe aan het werken, naar dat soort dingen. En ik heb natuurlijk al aardig wat trailer shoots en weet ik het allemaal gedaan. Maar ja, bij Trilogy ging het wel heel erg lekker snel. Ja, het programma, dat vond ik natuurlijk ook heel erg leuk. Ik ben natuurlijk met iedereen die er staat, ben ik gewoon heel blij. Ik heb een klik met iedereen, ik ken ze allemaal heel goed. Daarbij ook ruimte voor natuurlijk nieuw talent, want dat vind ik ook belangrijk. En daarom heb ik Shaddix er ook staan uit Denemarken. Die gaat even laten zien wat hij kan daar. Dus voor mij ook spannend, want hij is natuurlijk met heel veel nieuwe dingen bezig ook nu nog. En, maar dat heb ik alle vertrouwen, want die jongen die kan heel veel muziek maken.
Ja, voor de rest speciale dingen. Kijk, ik vind het heel leuk dat Koen er staat. Koen is echt lekker credible hardstyle en echt heel erg leuk bezig. Ik vind de sound echt heel erg cool. En de mensen vinden het ook heel erg cool. En ik vind hem heel cool. Dus ik ben heel blij dat hij er ook bij is. This is Frontliner ga ik doen. Half uurtje, ja, wat gewoon muzikaal natuurlijk. Knallen. Ja, ik vind gewoon, tijdens een moment moet het gewoon losgaan. Mensen moeten het naar hun zin hebben. En dat gaan we doen, dat half uur. Ik ga het mensen naar hun zin maken met wat toffe nieuwe dingen, wat edits. Wat, ja, niet te veel verklappen. Het moet natuurlijk wel een speciaal verrassingje blijven. Ja, de mensen zijn voor mij wel gewend, denk ik nu onderhand, dat ik qua muziekstijl wel heel breed ben. Met, ik heb wat hardere tracks, ik heb hele vrolijke, ja, het is gewoon heel kleurrijk. Daar hou ik van en dat vind ik ook tijdens een heel event vind ik dat belangrijk. En natuurlijk met de mensen die er staan gaat het ook helemaal goed komen. Ja, ik vind gewoon, mensen die moeten een gevoel hebben bij muziek. En daarom maak ik denk ik ook zoveel muziek. Omdat ik gewoon bij iedereen wel iets wil losmaken. Met een track of met tracks. En ja, ik leef er natuurlijk heel erg naartoe. En ik heb natuurlijk ook een hele hoop andere dingen te doen. Maar ik ben ook druk bezig in de studio met voorbereiden voor mijn sets. En praten met mensen die bij mij op het podium staan. En ja, zo langzamerhand zijn we natuurlijk, ben je er gewoon steeds drukker mee bezig ook. 24 oktober dan... Dan gaat het eigenlijk een beetje van start, pre-party. 100 van mijn fans mag komen. En het wordt een heel leuk intiem feestje. En ja, ik heb heel veel zin in. Mensen die kunnen dan ook alvast een beetje in het gevoel komen van wat gaat komen. Dus ja, natuurlijk is dat leuk. Ja, dan moeten we ook nog even iets geweldigs van neerzetten aan het einde natuurlijk. Een lekkere combinatie party race naar daar gewoon de Frontliner. Ja, we zijn wel heel druk bezig. Vooral via WhatsApp eigenlijk, waar ik de chatbox doe. Ja, we zijn heel veel dingen met elkaar aan het delen, muziek en ja, wat gaan we precies doen? Dat is natuurlijk best wel een unieke combinatie. Nee, ik heb er echt heel veel zin in. En ik weet zeker dat mensen die komen, die hebben er ook heel veel zin in. Die komen ervoor natuurlijk, maar ja, ik kan niet wachten om de avond met jullie echt een hele muzikaal cool in te vullen. En ja, waar sta ik voor? Ik wil gewoon een feestje en dat... Dat gaat zeker gebeuren. Dus 26 oktober, Trilogy, allemaal komen. Want het gaat helemaal los. Dus zie jullie daar.